Nou, Luca, we gaan maar eens even alle flessen tellen, hè? Ja. Ga je mee? Ja. Kom. Wow, dit is echt heel veel. Ja, je moet ze nu allemaal tellen. Nee. We gaan ze even wegbrengen, maar ik denk dat we daar wel wat hulp voor bij kunnen gebruiken, toch? Ja. Ja. Mogen we misschien elke dag helpen met flessen en uitzoeken? Ja hoor, ik denk dat dat ook kan. Allemaal? Ja. Erin. Wij gaan de lege flessen inzamelen bij de plus. Nou, laten we maar eens even kijken of we... Zo, de plus in. Even kijken hoor, waar... Oh, daar staat iemand bij de balie. Nou, laten we het even vragen. Flessen. Nou hoor, moet je het in de embalage doen? Ja. Nou, kom op dan. Hallo. Ja, of hebben jullie nog meer? Hierin doen alsjeblieft. Ja. Hey, leuk dit, maar dit gaat denk ik ontzettend lang duren. Kun je met die op een andere manier? Veel te lang. Okay. We moeten nu alles even tellen en ja. Dan gaan we het even op een andere manier doen. Nou, laten we het even op een andere manier doen. Ja. Luca, de auto's worden geparkeerd, ja. De karren staan klaar. Ik zou zeggen, tel hem maar! Ja. 1, 2, 3, 4. Zijn we er nou eindelijk? Ja. We zijn er bij de plus van loon en we gaan eens even kijken hoeveel de flessen gaan weergeven. Nou. Hoeveel staat daar? €438,65. €338 is voor jullie. En gaan we naar het goede doel geven, hè? Ja. Ja. Plezier, super bedankt, plus van loon, super. Sven, Luca. Ja. Ja, we hebben de lege flessen ingeleverd. Er zijn nog meer acties geweest. En nu, ja, hoeveel zal het zijn? Dat weten we niet. We hebben een lege check. En volgens mij weet Erika het eindbedrag. Zullen we het er even gaan vragen? Ja. 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 Erika, ja? Weet je wat het bedrag is? Ik ben even aan het rekenen nog. Ik was het even aan het optellen. Ik doe ook maar eventjes voor de zekerheid met de rekenmachine. Maar het zijn echt, nou, het zijn meer dan 2200 flessen. En ja hoor, wat ik uitgerekend heb klopt. Oh? Jullie willen zeker wel weten wat het is of niet? Ja. Ja. Nou, leg de check maar neer. Want dan ga ik het opschrijven voor jullie. Ja, even kijken. Het eindigt op een 0. Nou, niet veel. Ja, wordt het dan wat, denk je? 10 cent is het! Ja, 10 cent. Alleen 10 cent. Maar nou het allerspannendste. Het is... €613. Wow! Dat hebben jullie hartstikke goed gedaan. Luca, dit was een heel goed bedachte actie. En die hebben we goed uitgewerkt samen met ook de leerlingenraad, hè Sven.
En €614,10 voor Oekraïne. Top gedaan. Ja. Ja, maar het geld ligt nou hier in de kluis. Klopt. Hoe komt het dan bij Oekraïne? Nou, ik ga ervoor zorgen dat ik dat overmaak op Giro 555. Nou, helemaal goed. Super. En tot de volgende vlog. Tot de volgende. Doei! Doei!